Tekenschool de Tekentovenaar. Super leuk dat je kijkt naar deze les 1 van de striptekencursus. Vandaag ga ik je leren hoe bedenk je nou een stripfiguur, een uniek stripfiguur. Je kan natuurlijk van alles natekenen, daar leer je ook een hele hoop van, maar uiteindelijk moet je je eigen stripfiguurtje bedenken. Nou, er zijn twee manieren, twee belangrijke manieren, er zijn veel meer manieren, maar ik ga je twee manieren leren. Je kan bijvoorbeeld het hoofd zien als een ballon. Als je het hoofd ziet als een ballon, dan kan je het kneden, dan kan het in alle vormen veranderen. Dus je kan bijvoorbeeld deze vorm kan die aannemen, een ballon. Dus als je een paar ogen geeft, dan kan het hier op die manier, kan je een stripfiguurtje maken. Maar je kan bijvoorbeeld ook een heel groot hoofd, een groot voorhoofd, en dan doe je hem hier beneden. Op die manier kan je dan een stripfiguurtje bedenken. Maar wat ik nog veel leuker vind is gebruik maken van fouten. Fouten zijn altijd super creatief en daar kan je ontzettend veel mee doen als je heel erg creatief bent. Je wordt steeds creatiever door fouten. Kijk, wat je bijvoorbeeld kan doen is gewoon een krasje. Een krasje is eigenlijk een fout. Het krasje zet je zo op het bord, zonder er maar na te denken. En dan ga je van dit krasje, ga jij een figuurtje bedenken. Dus ga je eigenlijk gebruik maken van een foutje. En dat is een hele prettige manier om mee te werken, want, kijken kunnen we hem zo, dan heb je altijd een heel uniek figuurtje heb je dan bedacht. Kijk, op die manier heb ik nu eigenlijk een leuk figuurtje bedacht door middel van een foutje. En dat kan je nog een paar keer kan je dat gaan doen. Kijk, nu heb ik een gek figuur, maar dat zou echt een geweldige neus kunnen zijn. Dus op die manier. En dan word je er steeds handiger in, je wordt er steeds handiger in en dan op een gegeven moment heb je allemaal hele leuke krasjes en figuurtjes heb je dan bedacht. En dan wordt het steeds leuker en uiteindelijk heb je heel veel figuurtjes en uit al die figuurtjes haal je dan het allerbeste figuur. Dus je hebt de ballonnenmethode, dus je kan die ballon kan je in allerlei vormen kan je die gaan kneden. En daar een figuurtje van maken. Of een krasje maken. En dat is een methode die gebruik ik heel vaak voor mijn stripfiguren. Dus kies maar. Tot zover de eerste les. En als je nog veel meer wil weten, dan schrijf het hier eventjes onder. Ja? Dan kan ik je van alles uitleggen. Doei!